hebben vandaag een ledenbestand, geregistreerde ledenbestand ingediend. 5000 zoveel, ik dacht rond de 5500. De Amazone Partij gaat voor sociale rechtvaardigheid. Iets anders wat de Amazone Partij voor gaat is voor behoud van onze regenwouden. Bescherming van het milieu, bescherming van de natuur. Niet dat het betekent dat we geen ontwikkeling willen van natuurlijke hulpbronnen. We willen juist ontwikkeling, want de gemeenschappen willen ontwikkelingen zien. En de natuurlijke hulpbron is een van de basispijlers om ontwikkeling te brengen in ons land. Maar het moet gebeuren op een verantwoorde manier. De Amazone Partij zal ervoor vechten dat continuïteit van onze natuurlijke hulpbronnen gegarandeerd is. Niet alleen voor onszelf, voor de huidige generatie, maar ook voor onze kinderen en onze kindkinderen. Verder willen we dus dat de rechten, de basisrechten van elke Suriname erkend wordt. En dan heb ik het met name over de rechten van de binnenlandbewoners, waarvan tot nu toe, om onder andere te noemen, de grondrechten nog steeds niet zijn erkend. De grondrechten zijn eigenlijk de basis voor verdere ontwikkeling van deze gemeenschappen. Dus het is belangrijk dat de grondrechten zo snel als mogelijk erkend wordt voor onze binnenlandbewoners. We zijn van plan om kandidaatlijsten in te dienen in de districten Para, Marowene, Sipaliwini en Paramaribo. Dus het zou mooi zijn als we in elk van de districten minimaal 1 zetel halen. Maar ja, als je kijkt van waar we gekomen zijn en wat we allemaal hebben meegemaakt tot nu toe, als we 1 zetel halen, zouden we ook allang blij zijn. ¡Apeas, carajo!